We hebben hier twee identieke machines naast elkaar staan, basisconfiguraties met een Intel Core i3 en 4 GB werkgeheugen. En de rechtse is een Tones Fast Edition. Nu, wat is een Tones Fast Edition? Het is een basisconfiguratie welke we nemen en daar zelf een extra SSD bij installeren. We gaan even demonstreren hoe snel ze zijn en we starten de machines vervolgens op. En in die eerste initiële fase is er weinig snelheidsverschil tussen beide machines. Het verschil gaat komen bij het opstarten van Windows, wanneer de machine een aantal files zal moeten laden. En dan is een SSD een pak sneller. We hebben Internet Explorer in startup gezet. En zoals je kan zien, is de rechtse Tones Fast Edition eigenlijk reeds klaar voor gebruik. De links is nog altijd bezig met opstarten. We gaan de Tones Fast Edition nog een keer uitzetten, helemaal afsluiten. En vervolgens weer op. En dan gaan we zien dat de machine met de SSD erin, zeg maar, in staat is om een tweede keer werk klaar te zijn, alvorens de normale out-of-the-box experience nog niet klaar is met opstarten. Voilà. Dus een SSD is de leukste toevoeging voor uw laptop. In de Tones Fast Editions is de standaard ingebouwd en u kan de Tones Fast Editions op onze website terugvinden als u zoekt op Fast.